is eigenlijk tweeledig. Je wil dus eigenlijk je geluksbewustzijn verhogen, zodat het leven gewoon veel prettiger wordt, zodat de kwaliteit van leven toeneemt. Want je kunt je voorstellen, als je in die lagere bewustzijnsniveau zit, is het recept natuurlijk voor lijden, keer op keer. Ja. Kijk ook naar de cijfers, naar eenzaamheid, naar depressie, naar burn-out. Dat neemt alsmaar toe. Nou, daar is natuurlijk een reden voor. En aan de ene kant is het belangrijk om inzicht te krijgen van, joh, wat zijn dan mijn gelukssaboteurs? Maar aan de andere kant is het net zo belangrijk om te werken, neuroplastisch gezien. Ik weet niet of jullie die term kennen. Dat betekent eigenlijk dat als je nieuwe geluksgewoontes leert, dat dat dan op een gegeven moment voor jouw brein, zeg maar, normaal wordt. Leuk dat je weer kijkt of luistert bij deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. Vandaag hebben we in de studio gelukscoach Sheila Nijman. We gaan het hebben over verschillende bewustzijnstaten en over veiligheid. Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, natuurlijk. We gaan vandaag in gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven? Ja, absoluut. Dat kan ook bijna niet anders, want ik ben natuurlijk 16, 17 jaar geleden... Ja. Mijn bedrijf gestart en dat gaat alleen maar over geluk. Dat was ook een retorische vraag eigenlijk. Ja, precies. Ja. Werkgeluk, opleiding voor gelukscoach, maar ook methode gelukt, leerstrategie voor kinderen. En om dan maar meteen met de deur in huis te vallen, dat ben ik eigenlijk gaan doen omdat ik zelf ook niet optimaal gelukkig was, maar ook omdat je gewoon nergens leert om gelukkig te zijn. Mm-hmm. Want dat leer je niet op school. Dat leer je eigenlijk ook niet op je werk. En vaak ook niet binnen het oudersysteem. Hè, leer je dat niet om gelukkig te zijn. Terwijl als je aan iedereen vraagt, joh, wat is nou je grootste wens of je grootste verlangen? Ja. Of als je vraagt, als je kinderen hebt, joh, wat gun je je kinderen het allermeest? Ja, dan is dat altijd gelukkig zijn. Als ik dan mijn zoon vraag, wat is voor jou een belangrijke wens? Dan zegt hij geld. Maar als je dan door gaat vragen, waarom is geld belangrijk? Ja, dan heb ik vrijheid. En waarom is vrijheid belangrijk? Nou, dan ben ik gelukkig. Dus geluk is eigenlijk een soort einddoel. Het is ontzettend belangrijk. Daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan. Wereldwijd wil eigenlijk iedereen gelukkig zijn. Alleen nergens leer je hoe je dat moet zijn. Dus ik ben me echt gaan verdiepen in geluk. Hè. Bestaat er een studie over? Ja, The Science of Happiness. Wetenschap van geluk. Positive Psychology. En... zo begon eigenlijk mijn reis 16, 17 jaar geleden om dingen te trainen en te leren over geluk. Hele mooie reis, ja. Maar je bent er dus wel van overtuigd dat het iets is wat mensen kunnen leren? Want ik heb altijd een beetje het gevoel, het is iets waar je op een gegeven moment gewoon een beetje tegenaan loopt eigenlijk, uiteindelijk. Ja. En voor sommigen duurt het dan wat langer dan anderen. Maar het is dus wel iets wat je kan leren. Nou, dat is een hele goede vraag, want eigenlijk is geluk gewoon een bewustzijnstaat. Dus je hoeft niet per se te leren om gelukkig te zijn. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat je in de loop van je leven bouw je natuurlijk allemaal gelukssaboteurs op. En die saboteren jouw geluksgevoel. Ik vergelijk het altijd een beetje met liefde. Stel dat je voor het eerst een liefdespartner vindt, dan ben je helemaal bleu en dan sta je helemaal open. En je hart is ook helemaal open voor die liefde. En stel dat dat verkeerd gaat, dan kun je allerlei ideeën, gedachten en overtuigingen gaan krijgen over de liefde. Maar dat betekent niet dat die liefde weg is, maar er zitten blokkades voor. Ja. En dat is met betrekking tot geluk eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Dat is er. Dat is eigenlijk iets om je over te verwonderen, vind ik echt, hè, dat we dat hebben meegekregen. Gelukkig zijn, liefde, vrijheid, die hogere bewustzijnstaten. En als je het niet voelt in dit leven, wat velen echt niet voelen, dan komt dat niet omdat geluk er niet is, maar dan komt dat omdat je daar blokkades voor hebt geplaatst. Mm. Ja, want je hoort wel vaak mensen zeggen, kinderen zijn bijvoorbeeld geluk. Zou je dan zeggen, geluk is iets wat we zijn kwijtgeraakt door die saboteurs, zoals je benoemd. Ja. En je moet eigenlijk gewoon proberen het terug te vinden. Nou ja, je hoeft het niet specifiek terug te vinden, want geluk is er. Je hoeft liefde ook niet terug te vinden of vrijheid. Maar je moet wel gaan kijken van wat kan ik dan doen om geluksgevoel veel meer te voelen, veel meer te ervaren in het dagelijks leven. Want ja, dat brengt natuurlijk een enorme kwaliteit van leven met zich mee. Niet alleen voor jezelf,
maar ook voor je omgeving. En ook voor de wereld in het algemeen. Die hogere staten van bewustzijn waaronder geluk valt. Maar hogere staten van bewustzijn waaronder geluk. Ja. Wat zijn dan, heb je meer hogere staten van bewustzijn dan waar we ons nu bevinden? Ja, ik werk met de bewustzijnsschaal van de psychiater David Hawkins. En dat is echt een prachtig instrument. En natuurlijk is er veel meer, hè, zoals Spiral Dynamics bijvoorbeeld. Het zijn allemaal methodes om eigenlijk te kijken van waar sta ik nu in het leven? Wat doe ik? En waarin saboteer ik nou eigenlijk mijn geluk? Mm-hmm. En die bewustzijnsschaal die loopt van laag bewustzijn naar hoog bewustzijn. Dus van schaamte, schuld, apathie, verdriet, angst, verlangen, woede, trots. En dan gaat hij naar moed. Is dat deze die we hier zien? Klopt, ja. En dan is moed eigenlijk het omslagpunt, omdat je moed nodig hebt om die lagere bewustzijnstaten te transformeren. Als je dat wilt natuurlijk, hè, want je bent een vrije geest. Je mag zelf bepalen of je wilt groeien in het leven of dat je dat niet wil. Ik wil niet gelukkig zijn. Nee, ja, nou ja, het is wel een hele uitdaging. Want als je kijkt naar die lagere bewustzijnstaten, hè, bijvoorbeeld neem verlangen. Hartstikke mooi dat je verlangen en wensen hebt. Hè. Dat is, mensen relateren dat vaak aan geluk. Bijvoorbeeld als ik een auto heb, dan ben ik gelukkig. Of als ik een relatie heb, dan ben ik gelukkig. Maar het is eigenlijk altijd denken vanuit tekort. En dat geluksgevoel, dat ligt altijd aan de buitenkant. Bij een object of bijvoorbeeld een relatie. Maar uiteindelijk gaat geluk altijd over jouzelf. En het feit dat jij, als jij je doel hebt bereikt, hè, als ik een prachtig huis heb, dan ben ik gelukkig. Dan is je doel bereikt en dan komt de rust in je hoofd, want hij is bereikt, waardoor je eigenlijk weer door die rust toegang krijgt tot die hogere staten van bewustzijn, waar we allemaal naartoe terug kunnen keren. Ja, ja, ik kan me herinneren, we hebben het hier best wel lange tijd ook over gehad. Het is wel allemaal nieuw, als je het hebt over bewustzijnstaten. Ja. Ik dacht eigenlijk eerder aan iets spiritueels of zo. Maar dit is eigenlijk gewoon bijna een soort, ja, eigenlijk gewoon wat je voelt gaat het hier om. Gewoon de staat waarin je je nu bevindt. Ja. Hoe je jezelf zou omschrijven. Ja, elke bewustzijnstaat dat correleert met emoties, met overtuigingen, met gedachten. Bijvoorbeeld, hoe reageer jij als je heel erg onder druk staat? Wat doe je dan? Nou, de een die wordt boos. Mm-hmm. De ander die trekt zichzelf terug in die apathie. En weer iemand anders die wil gelijk krijgen. Trots, hè? Dus dan zit je in een bewustzijnstaat van dat je een hoge validatie nodig hebt. Daar hangen overtuigingen aan vast en daar hangen ook weer emoties aan vast. Als je bijvoorbeeld kijkt, dan laat ik heel simpel naar de politiek kijken. Als je in die hogere bewustzijnstaten zit, dan zijn waarden als compassie, empathie, mededogen, dialoog zijn ontzettend belangrijk. Maar als je kijkt naar gesprekken, en straks krijg je natuurlijk de dialooggesprekken in de politiek, dat gaat best wel heel erg over persoonlijke aanval in het verleden. Mm-hmm. Je groot maken, de ander klein willen maken. Nou ja, dat zijn lagere bewustzijnstaten. En als dat al vanuit de politiek plaatsvindt, zijpelt dat natuurlijk ook door naar de samenleving toe. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als er veel meer vanuit die hogere waarden geleefd wordt dan vanuit die lagere. Maar kun je niet bijvoorbeeld gelukkig zijn en iemand belachelijk maken? dat is afhankelijk van wat jij dan voor een geluk verstaat. Dus als jij geniet van iemand belachelijk maken, dan is dat, ja, bij wijze van, hè, dan gaat het niet zozeer over geluk. Maar dan, ja, dan geniet jij van een bepaalde macht of een bepaalde, dat je je groter kunt maken dan de ander. Dan zit je in een andere staat dan in de staat van geluk die eigenlijk helemaal vrij bovenaan staat. Ja, dus het is geen echt geluk als het ware als je... Nee. Ja, wat ik bedoel is, ik kan me best voorstellen dat de politici die aan het debatteren zijn, dat die niet allemaal verdrietig of angstig zijn, maar dat die misschien ook wel gelukkig zijn. Maar ik snap wel dat het misschien een verkeerd voorbeeld is om te geven, omdat dat bij anderen misschien niet
correspondeert. Angstig zou ik me wel kunnen voorstellen eigenlijk. Hmm. Ja. Nou ja, ik denk eerder dat de meeste politici om en nabij trots zitten. Want dan gaat het vooral over ik wil gelijk hebben en ik wil een hoge validatie toekennen aan mezelf. En dat is het niveau van trots. En als het echt gaat over die hogere niveaus van acceptatie, bereidheid, dan laat je ook iemand ook goed uitspreken. Wil je ook echt weten wat de gedachtegang is van die ander. Mm-hmm. Maar ja, dat vergt een heel ander bewustzijnsniveau dan waar we nu in zitten. En het gros van de mensheid, en daar is dan ook weer onderzoek naar gedaan door die psychiater David Hawkins die dit instrument gebruikt, die zegt ook van ja, het gros van de mensheid zit om en nabij moed. Die zit gewoon in die lagere staten. En dat zie je natuurlijk ook als je naar de wereld kijkt. Als je alleen al kijkt naar Oekraïne en Rusland, om maar even een voorbeeld te nemen. In die hogere staten ga je geen wapens sturen, maar daar heb je het over vrede. Maar dan is er al geen oorlog als de hele wereld in die hogere staten zou zitten. Want dan fungeer je in een hele andere staat, waardoor je ook een heel ander wereldbeeld hebt. Is dat wel mogelijk dat je als persoon überhaupt altijd in de hogere staten zit? Of fluctueert dat ook een beetje afhankelijk van de situatie? Ja, nee, dat fluctueert afhankelijk van de situatie. Ja. Maar het is wel zo dat je kunt leren om veel sneller uit zo'n situatie te komen. Ja. Ik had bijvoorbeeld een coachklant, een vrouw. En ik heb een gevalideerde vragenlijst die ik met onderzoeksbureau Sophos heb opgesteld. En zij zat in verdriet. En ik ging met haar in gesprek en ik begreep haar verdriet wel, want haar man had haar verlaten voor een jongere vrouw. Maar we gingen vervolgens verder in dat gesprek. En dat was 10 jaar geleden al gebeurd. Dus die mevrouw die had zich zo geïdentificeerd met dat bewustzijnsniveau verdriet. En dat doen we eigenlijk allemaal. Want zolang het goed gaat, dan reageren we gewoon neutraal. Maar als je onder druk komt te staan of er gebeurt iets, ja, wat doe je dan? Word je dan boos? Word je dan geïrriteerd? Voel je dan machteloos? Of ervaar je juist compassie of mededogen? Ja. Snap je? Ja, ja, ik snap het inderdaad. En je hebt het over die saboteurs, geluksaboteurs. En die, als het ware, die trekken jou naar beneden op deze schaal. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus eigenlijk wat je moet doen is erachter komen wat die saboteurs zijn. Dan moet je ze verhelpen en zo klim je omhoog. Ja, het is eigenlijk tweeledig. Je wil dus eigenlijk je geluksbewustzijn verhogen. Mm-hmm. Zodat het leven gewoon veel prettiger wordt. Zodat de kwaliteit van leven toeneemt. Want je kunt je voorstellen als je in die lagere bewustzijnsniveaus zit, is het recept natuurlijk voor lijden. Keer op keer. Yeah. Kijk ook naar de cijfers. Naar eenzaamheid, naar depressie, naar burn-out. Dat neemt alsmaar toe. Nou, mm-hmm. Daar is natuurlijk een reden voor. En aan de ene kant is het belangrijk om inzicht te krijgen van joh, wat zijn dan mijn geluksaboteurs? Maar aan de andere kant is het net zo belangrijk om te werken, neuroplastisch gezien. Ik weet niet of jullie die term kennen. Dat betekent eigenlijk dat als je nieuwe geluksgewoontes leert, dat dan op een gegeven moment voor jouw brein zeg maar normaal wordt. Net zo goed dat als er iets gebeurt, het heel normaal wordt dat je boos wordt. Nou, dat is eigenlijk een soort spoor neurologisch in jouw hele systeem geworden. Ja, ja. Denk je niet meer over na. Dus er gebeurt een trigger, jij wordt boos. Maar dat weet je dan. En dan kun je een geluksgewoonte aanleren, waardoor dat spoor eigenlijk breder gaat worden. En dat spoor van boos worden, omdat je het niet meer gebruikt. If you don't use it, you lose it, is dan de kreet. Ja. Dan neemt dat af. En dan wordt het leven gewoon echt veel en vele malen fijner en prettiger. Het gaat eigenlijk om routine in dat opzicht. Ja, inderdaad. Onbewust, ja. Automatisch, net zoals we dat eigenlijk met alles doen. Ook die lagere staten wil je eigenlijk dat ook gewoon onbewust automatisch gebeurt. Ja. Ja, hoe je het nu omschrijft, het lijkt alsof die saboteurs die zijn eigenlijk van jezelf. Klopt dat? Ja. Dat zijn interne saboteurs. Ja. Ja. Okay. Je zou het ook kunnen opvatten, saboteurs, dat er externe factoren zijn die je letterlijk aan het saboteren zijn. Maar het gaat echt om interne factoren. Ja, dan gaat het ook om jouw gedachten over die externe. Nee, ja, exact. Ja. En kijk, toen ik begon met die hele reis richting geluk, hè, toen begon ik ook eerst met die geluksformule van Sonja
Lio Bimerski. Ik weet niet of jullie wel eens van haar hebben gehoord. Ik heb wel van verschillende geluksformules gehoord. Ja. Maar ik weet niet of ik deze ken. Ja, nou ja, het komt eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar zij zegt dan bijvoorbeeld van 40% van je geluksgevoel, dat wordt dan bepaald door je genetisch materiaal. Ja, oh, ja. Die was voor, ja. En 10% door omstandigheden en 40% door gedrag. Nou ja, ik zet altijd een hele grote rode kruis door deze happiness pie chart, zoals die heet. Mm-hmm. Omdat er veel meer meespeelt dan alleen dit. Weet je, als iets genetisch is, betekent het nog niet dat je het niet kunt veranderen. Maar dat is heel lastig uit te leggen, want daar spelen ook epigenetische factoren een rol mee. Mm-hmm. Bovendien, Maaike Bartels, die hier ook is geweest, die zegt bijvoorbeeld 40% van het geluksgevoel gaat over genetische verschillen tussen mensen. Dus zij zal nooit zeggen 40%. Geluksgen heb je wel of heb je niet. Nee, het gaat over de verschillen. En 60% gaat over omgevingsfactoren. Heb ik ook naar gekeken, want ik vind het een hele mooie formule. Want natuurlijk, die omgeving heeft altijd effect op jou. En vooral jouw gedachten op die omgeving. Maar hoe hoger jouw bewustzijnsniveau is, hoe minder je je daardoor laat beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan Viktor Frankl. Ik weet niet of jullie hem kennen, psychiater. Die in een concentratiekamp terechtkwam, eigenlijk zijn hele familie kwijt was. En toch was hij in staat om in die omgeving zingeving en geluk te ervaren. Mm-hmm. Dat betekent dat we dus als mens verschillende staten kunnen hebben. En dat geluk dus niet afhankelijk is. Je wil natuurlijk niet in zo'n concentratiekamp het liefst leven. Maar in feite is er keer op keer bewijst dat geluk dus niet afhankelijk is van die omgeving, maar hoe jij eigenlijk omgaat met die hele situatie. Hij was gelukkig in een concentratiekamp. Ja, hij heeft ook een boek over geschreven. Ja, ja. Ja, hij vond echt betekenis. Ja, en dat zijn natuurlijk wel meer, maar dat zijn die de goeroes, zeg maar, terwijl die niet bestaan, maar zo noemen we ze dan in het leven, die in dat hoger bewustzijn. En Gandhi. Een moeder Teresa. Waarom bestaan goeroes niet? Nou ja, ik denk wel dat je heel erg veel kan leren van iemand anders in een hogere staat. Hè? Dat voel je ook, hè, als iemand in een hoger bewustzijnsniveau zit. Dat is in principe wat we een goeroe noemen, toch? Het is wat we goeroe noemen. Ja. Maar eigenlijk kun je ook je eigen goeroe in jezelf natuurlijk wakker maken. Ja, weet je, als boeddhisten die zeggen dat de Boeddha als het ware in iedereen zit. Of iedereen potentie heeft om het te zijn, als het ware. Ja, nee, ja. Klopt. Ja, mee eens. Ja. Ja, nou, hierboven staat verlichting. En we hebben het wel vaker gehad over verlichting. Wat bedoel jij nou precies met verlichting? De meningen zijn wel vaak verschillend over wat het nou betekent. Ja, ja. Nou ja, verlichting is eigenlijk gewoon dat je in een verruimd bewustzijn zit. Dat je leven gewoon lichter wordt. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk geen last van. Het wordt letterlijk lichter. Ja, het wordt gewoon lichter. Leven wordt lichter. Als er iets gebeurt, kun je daar veel makkelijker mee omgaan. Dan, weet je, mensen kunnen echt dagen in een bepaalde, weken, maanden, jaren in een staat blijven hangen. Ik weet niet of jullie dat zelf herkennen? Of dus de verlichting kennen? Nou, dat zou wel mooi zijn. Nee, denk ik niet. Nee, maar ik bedoel meer die lagere staten. Dat mensen echt kunnen blijven hangen in bepaalde emotionele staten. Ja. In bepaalde overtuigingen waarin ze blijven hangen. Oh, dat je bedoelde. Ja. Dat ze los zijn van alles en daardoor ze van mij bedoelt lager. En als je natuurlijk verlicht bent, dan wordt het leven gewoon lichter. Dan blijf je er niet in hangen. Dus dat wordt gewoon veel hogere kwaliteit en voldoening krijg je dan in het leven. Maar verlichting is voor ons vooral gekoppeld aan de Jezusen, de Boeddha's. Dat zie ik helemaal niet op die manier. Het is gewoon een staat waarin je veel vrijer bent in je eigen hoofd. Dus van dat boeddhistische verlichting, dat zie jij niet als realistisch of als haalbaar? Ik heb jarenlang onderricht gevolgd van Sogyal Rinpoche. Die deed heel veel natuurlijk ook met verlichting. En wat ik bij hem merkte, hij gaf zelf ook aan dat hij niet verlicht was, maar wel in dat ruimer bewustzijn zit. Maar die zien ook gewoon veel meer, en dat is ook wetenschappelijk. Hè? Als jij natuurlijk in
in angst of verdriet of wat dan ook zit, dan vernauwt dat enorm jouw blikveld. En als jij je lekker voelt, nou ja, dat kennen we allemaal, dan krijg je ook een heel verruimd bewustzijn. Dus ja, ik hoop echt dat ik mijn steentje kan bijdragen aan het verhogen van het bewustzijn van de mensheid. Ja. Omdat het leven dan, niet alleen voor mij, maar ook voor de omgeving, voor het collectief, gewoon veel mooier wordt. En dat betekent wel dat je natuurlijk naar binnen moet, naar jezelf moet gaan kijken. Ja, precies. Want ik denk dat daarom mensen het vaak over de externe factoren hebben. Ja. Omdat dat veel, ik moet niet zeggen realistischer, maar pragmatischer is. Ja. Terwijl eigenlijk kun je daar dus niet echt het ultieme bewustzijn mee bereiken. Nee. Je moet naar binnen gaan. Ja, klopt. Ja, als je dan zegt dat we meer mensen geluk moeten leren, hoe stel je dat dan voor? Moet iedereen gewoon hierover geleerd krijgen op school en dan oefeningen doen om naar binnen te keren? Of hoe zie je dat voor je? Nou ja, je kunt natuurlijk nooit iemand anders gelukkig maken. Want daar kom je weer op de vrije geest uit. Hè? Iemand die moet wel willen om daar iets mee te willen doen. Maar één ding is wel ontzettend belangrijk en dat is veiligheid. Dat bijvoorbeeld op de werkplek. Als er geen veiligheid is op de werkplek, ja, dan functioneren mensen natuurlijk ook gewoon niet goed. En jouw zenuwstelsel die reageert op onveiligheid. En vooral, hè, dat denk ik wel eerder hebben gehoord, die eerste 7 jaar van jouw leven zijn echt super belangrijk voor jouw toekomstig geluk. Ja. En dat heeft onder andere te maken met je hersengolven. Je zit in delta, theta hersengolven. Dat betekent dat jouw brein eigenlijk alles opneemt als een spons wat je hoort. Dus de mooie dingen van dat heb je goed gedaan en wat ben je knap en wat zet je door. Maar ook de nare dingen van wat ben je druk, je kan het niet, je doet het niet goed. En dat blijft een onbewuste voortzetting wat jouw geluk gaat saboteren. En dat zie je niet zozeer in het dagelijks leven. Pas als je op de werkplek komt en het wordt onveilig of er gebeurt iets, een trigger, dan komen al die onbewuste overtuigingen naar boven. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon saboteurs waarvan je niet echt goed weet waar ze vandaan komen. Nou ja, je kunt daar wel achter komen waar ze vandaan komen. Maar de vraag is, wil je dat weten? Want je komt in één grote baggerput van ellende als je naar... maar ik denk als je er niet achter komt waar het vandaan komt, dan kan je het ook niet verhelpen. Ja, het is echt heel belangrijk om in het nu zeg maar te kijken, wat saboteert mij nu? Ja. En als dat bijvoorbeeld een overtuiging is van ik doe er niet toe of ik mag er niet zijn, dan kun je natuurlijk gaan onderzoeken op die Freudiaanse bank van waar dat door komt. Ja. Maar ja, je komt altijd weer uit op een bepaald trauma. Daarmee is het niet weg. Nee, oké, dat klopt, ja. Dus je hoeft niet specifiek helemaal terug naar het verleden. Mag wel als je dat wil, maar het is wel heel belangrijk om je bewust te worden van jeetje, dat is dus mijn saboteur. Dat ik denk dat ik bijvoorbeeld geen liefde waard ben. Ja, als jij denkt dat je geen liefde waard bent, dan betekent dat in de praktijk ook dat je ook een partner vindt, 9 van de 10 keer, die dat voor jou bevestigt. Omdat je weer gedrag en emoties heb ontwikkeld om die relatie daarin te saboteren. Ja, dus ik kom dan eigenlijk gewoon in een soort van neerwaartse spiraal terecht. Self-fulfilling prophecy. Ja. Ja. Ja, precies. Ja. En je had het net eens over die werkplek. En als die onveilig is, dan kunnen die saboteurs getriggerd worden. We hebben het wel vaker over veiligheid. Dat is een belangrijk thema bij jou. Ja. Als je het hebt over een veilige werkplek, dan denk ik meteen aan de discussies die tegenwoordig worden gehouden over machtsverhoudingen. Is dat wat je bedoelt? Ja. Nou ja, kijk, dat is heel erg afhankelijk van welke ingrijpende levenservaringen jij in je leven hebt meegemaakt. En vooral in je jeugd. Dat noemen ze dan ook wel ACEs, hè? Adverse Childhood Experience. Bijvoorbeeld de scheiding van je ouders. Mm-hmm. Of fysieke mishandeling. Of mentale mishandeling. Of alcoholisme bij ouders. Of in die beginjaren, die eerste 7 jaren, dat... Ja, die trauma's die hebben effect op jouw verdere toekomst. En Stephen Porges bijvoorbeeld, die heeft daar een polyvagal-theorie, heeft hij daar een hele mooie theorie van gemaakt. En hij zegt eigenlijk dat de mens van nature
zich wil verbinden. Dus de mens is van nature, wil die sociaal betrokken zijn. Mm-hmm. Maar als het onveilig wordt, dan, nou ja, dat ken je, vechten, vluchten. Gaan we ons mobiliseren. Als het nog onveiliger wordt, dan gaan we bevriezen. Nou, daar is dus een heel ingewikkeld verhaal. Ik ga er verder niet te diep op in. Maar je kunt je voorstellen dat deze collega's ook op de werkvloer zitten. Dus als je op een werkvloer bent waar het niet veilig is. Nou, ik heb aardig wat werkgeluktrainingen gegeven binnen organisaties. En ook echt gezien dat de werkplekken gewoon niet veilig zijn. Waardoor het zenuwstelsel van verbinden naar vechten, vluchten gaat. En uiteindelijk naar bevriezen. Maar op wat voor manier veilig bedoel je dan? Onveilig? Ja, dat is verschillend. Een manager die bij jou roept en bijvoorbeeld zegt van jouw kritiek geeft, ongezouten kritiek geeft. Emotioneel onveilig als het ware. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik vind kritiek dan weer niet. Dat vind ik misschien wel cruciaal op de werkvloer, dat je elkaar kritiek kan geven. Ja, nou, dat is heel mooi wat je dan zegt. Want het werkt eigenlijk via neuroceptie, zo noemen ze dat dan. De een heeft gewoon een hele andere kijk op de dingen dan de ander. Dus kritiek kan voor mensen die getraumatiseerd zijn enorm onveilig zijn. Is ook weer wat anders dan feedback, hè, wat vaak constructief is. En kritiek kan vaak ook iemand het gevoel geven van men maakt mij klein. Ja. En het begrip daarvoor op die werkvloer is echt ontzettend belangrijk dat er is. Om je medewerkers te behouden, om te binden en te boeien en voor het werkgeluk. Dus dat is eigenlijk wat die werkgever kan doen. En jijzelf natuurlijk ook, als jij je niet veilig voelt of je gedrag en emoties vertoont wat waar je niet gelukkig van wordt, ja, om daar dan daadwerkelijk iets mee te doen. Maar zie je dan niet ook het geval dat het meer gaat om hoe jij naar je werksituatie kijkt dan hoe die daadwerkelijk is? Dat is altijd. Het gaat altijd over hoe jij daar naar kijkt. En daarom ziet ook iedereen het anders. Ja. Dus als je een manager hebt en dan kan de een zeggen van nou echt, ik word zo slecht behandeld. En de ander die zegt van nou, ik kan het wel heel goed met hem of haar vinden. Dus je kijkt dus niet zomaar naar je manager. Je kijkt met een gigantisch verleden en filter naar jouw manager. Ja, dus een werkomgeving die dan voor mij onveilig is, kan wel veilig voelen voor Cliff. Ja, kan. Ja, oké. Okay. Er zijn ook echt onveilige werkplekken. Ja. Die zijn er ook echt. Pas wel, ja. Pas wel. Waar heel veel mensen zich niet veilig voelen en eigenlijk ook blijven omdat ze dan bang zijn. Hè. Dan kom je eigenlijk in angst terecht. En dat is vriezen. Ja, en dat is zonde, want dan. Ja, ik ken wel mensen die gewoon 30 jaar bij een bedrijf zitten en niet durven om die stap te maken. Ja, het is toch je werk. Je kan niet. Het is denk ik toch wel een grote stap om bijvoorbeeld weg te gaan. Ja, ja, maar als je dat wel aangaat, hè, de grootste remedie tegen angst is toch doen. Hmm. Gewoon het aandurven te gaan. Ja, dan kan jouw leven gewoon veel leuker worden. De resterende 30 jaar bijvoorbeeld. Dus die keuze heb je. Maar dat gaat ook over bewustzijn. Zie jij wat je doet? Daar begint het eigenlijk mee. En hoe stel je voor dat we werkplekken veiliger maken dan? Ik snap natuurlijk dat het aan iedereen's hoe zeg je dat? Perceptie ligt. Ja, perceptie ligt. Maar hoe zou je dat regelen als manager zijn, dat iedereen zich veilig voelt door gewoon met elkaar in gesprek te gaan, constant? Of? Ja, er zijn heel veel verschillende manieren voor. In ieder geval niet dat alles top-down beslist wordt, maar dat je meegenomen wordt, bottom-up. Dat je het idee hebt van, ik kan ook wat zeggen, dat je niet gestraft wordt. Ik heb ooit een training gegeven, ik zal de naam niet noemen, van het bedrijf. Daar was het zo onveilig, daar kwamen de medewerkers 's ochtends vroeg voordat hun manager er was. En ze vertrokken ook pas als hun manager wegging. En dat viel mij op. Waarop ik ook vroeg van, joh, dat zijn hele lange werkdagen. Wat speelt hier? Nou ja, dat was dus het antwoord. Omdat er mensen ook daadwerkelijk ontslagen werden. Als ze gewoon de uren niet maakten. En dat maakt het natuurlijk zo onveilig. Maar dan zie je dat een hele groep het volgt. En er zijn ook altijd mensen die zeggen, nou ja, dit wil ik gewoon niet voor mezelf. Ja. En die keuze is echt
super belangrijk dat je bewustzijn daarop zet, dat je ziet dat je een andere keuze kunt maken. Ja, 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 als je ernaar zo naar luistert, dan, en ik zou in die situatie hebben gezeten. Ik bedoel, ik kan dat natuurlijk niet zeggen, want ik zit daar niet in. Maar ik zou echt zoiets hebben van, ja, adios, ontsla me dan ja. maar, weet je wel. Als het zo moet. Ja. Maar ja. waarom zijn mensen dan toch dusdanig bang dat ze in die situatie blijven hangen? Ja. Ja, dat is dan jeugdtrauma ook bijvoorbeeld. Nou ja, dat benoemen ze natuurlijk niet zo. Nee, ja, precies. Want dat zijn ze zich namelijk helemaal niet bewust. Nee. Maar ja, het is gewoon de angst om te veranderen. Hmm. De angst dat het ergens anders niet oké is. Of dat ze dan hun huis niet meer kunnen betalen. Ja, okay, ja. We hebben zoveel angsten. Ja, of er kan een partner achter zitten die zegt, ik wil dat je door blijft gaan. Ja, angst voor verandering. Angst voor, kan ik het wel? Nou ja, noem maar op. Ja, ik denk wel dat het langzaam verandert, of niet? Als in werkplekken worden wel veiliger, heb ik het gevoel. Nou, dat weet ik niet. Als je kijkt naar het aantal cijfers van burn-out, neemt dat nog steeds toe. 1, zoveel miljoen. Als je kijkt naar hoeveel mensen gestrest zijn, neemt dat ook toe. Eenzaamheid neemt ook toe. Vooral onder jongeren ook. Hè? Jongere vrouwen neemt het toe. Dus ja, ik zou dat niet zo durven te stellen. Er wordt ook nogal wat van je gevraagd. Hè? In de rollen die we allemaal hebben in het leven. Ja, wat natuurlijk allemaal stressverhogend werkt. Ja, precies. Ja, want is veiligheid buiten de werkvloer om? Zijn er andere plekken waar veiligheid van belang is? Ja, in elk systeem is veiligheid natuurlijk belangrijk. Tot in je gezin. In het oudersysteem, in je eigen gezinssysteem is veiligheid belangrijk. Op schoolsysteem is veiligheid belangrijk. Ja, daar gebeurt natuurlijk ook best wel wat. Als je toen mijn zoon bijvoorbeeld naar school ging, ja, daar gebeurden ook gewoon dingen dat ik dacht van jeetje, wat onveilig voor die kleine kinderen. Bijvoorbeeld een docent die ziek is. En ja, dan had hij gewoon 20, 25 docenten in dat jaar. Ja, sommige kinderen hebben het echt nodig dat ze zich een beetje goed kunnen hechten, veilig kunnen hechten aan een leerkracht. Mm. Dus daar was ook onveiligheid. Dus ja, dat vindt ook plaats. Armoede, hè, wat toeneemt. Kinderen die dan naar school gaan en ja, daar toch ook wel last van hebben om daarover te praten. Dus ik weet niet of die veiligheid toeneemt. Bovendien ben ik in 2020 weer even in de zorg geweest kijken. Nou ja, ik vond het echt daar totaal niet veilig. Het was natuurlijk ook geen veilige situatie, maar het was ook net voor coronatijd. Hoe hard er gewerkt moet worden, hoeveel er afgevinkt moet worden, er geregistreerd moet worden door de verpleegkundigen in die thuiszorg. Dat ik denk van ja, dat maakt het niet er altijd even veilig op. Want je wordt daarop afgerekend natuurlijk. Ja, het lijkt me een beetje een lastige situatie. Want aan de ene kant aan de veiligheid werken, aan de andere kant zijn er superveel personeelstekorten. Ja, hoe ga je dat oplossen? Ja, nou ja, daar zijn natuurlijk ook wel. Voor alles is een oplossing uiteindelijk, hè? Maar je moet wel de ruimte krijgen om daar iets mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld wat je heel erg ziet in de zorg, maar goed, dan wijken we een beetje af, is natuurlijk positieve gezondheid. Die op een hele holistische manier kijkt naar de mens. En het budget van de zorg gaat vooral naar medicalisering en naar ziek zijn. Maar niet naar leefstijl, niet naar preventie en niet naar die holistische kijk op, zoals positieve gezondheid dat doet. Hè? Ook zingeving, kwaliteit van leven. Ja, dat is fantastisch. En daar hebben huisartsen hebben die gesprekken gevoerd. Hè? Bijvoorbeeld met cliënten, die positieve gezondheid gesprekken. Wat ook natuurlijk over geluk gaat. Hè? Ben je gelukkig? En dan blijkt dat als huisartsen, en er is een heel mooi boek over geschreven, als huisartsen die gesprekken voeren met hun cliënten, dat in het begin moeten ze natuurlijk extra tijd investeren. Maar daarna neemt de eigen regie toe. Het geluksgevoel neemt toe. Dus ja, er is wel degelijk heel veel mogelijk. Maar dat betekent ook tegelijkertijd, we zitten natuurlijk in een transitie. We zitten eigenlijk in een soort overgang naar andere manier van hoe gaan we met de zorg om. Het onderwijs, idem dito, als je kijkt naar een leslokaal.
Ja, dan is dat exact hetzelfde als een leslokaal van 1965 bijvoorbeeld. Alleen je hebt een digibord. Maar meer is er niet veranderd. Dus ook daarin zit een transitie. Je ziet al wat nieuwe initiatieven komen binnen het onderwijs. Maar het is nog steeds dat het onderwijs moet voldoen aan het curriculum van de overheid. En dat is best wel heel veel leren, rekenen, lezen, schrijven. Maar hoe bedoel je curriculum van de overheid? Zou je dan dat los willen? Zou je dat dan los willen maken van de overheid en dat dan scholen hun eigen curriculum? Nou ja, ik denk dat er naast die standaard vakken die er zijn, mm-hmm. Is het ontzettend belangrijk dat er ook aandacht is voor bijvoorbeeld geluk. Wat kan ik nou doen om gelukkig geluksles te krijgen? Nou ja, die methode heb ik ontwikkeld, gelukslessen voor kinderen binnen basisonderwijs, waarbij zij 8 geluksgewoontes leren. En dat is echt fantastisch als je met kinderen gaat zitten. Bijvoorbeeld, ik had een groep van ongeveer 30 kinderen van het Leonardo-onderwijs. Dat zijn hoogbegaafde kinderen. Nou, daar is ook heel veel drukte in zo'n groep als je daar binnenkomt. Maar we gingen een meditatieoefening doen. En ik dacht, nou, zij weten vast niet wat dat is, hè, zo'n jonge groep van de basisschool. Maar dan wisten ze precies van, ja hoor, leuk, we gaan mediteren. Ze gingen gelijk zo met hun handen zitten. En nou, na 10 minuten mediteren zag je dat de rust was wedergekeerd in die klas. En dat heeft natuurlijk een enorme winst als je dat voor elkaar krijgt. Als je start bijvoorbeeld met bepaalde gezondheids- of geluksgewoontes, zoals dit. Hè. Dit is ook een geluksgewoonte. Mm-hmm. En die zijn eigenlijk allemaal vanuit de positieve psychologie. Dat noemen ze positieve psychologie-interventies. Die je kunt toepassen. Ja, waardoor het leven ook op school gewoon veel en veel aangenamer en leuker wordt. Ook voor de docent die niet de hele tijd hoeft te schreeuwen. Ja, te dealen met drukke kinderen. Ja, precies. Ja, ja. Is absoluut zo. Ja. Ja. Maar je krijgt dan wel alsnog weer een curriculum die wordt bepaald door iemand die zegt, oh, dit is de manier hoe je gelukkig wordt. Dit is, je zou misschien iemand anders zeggen, die zegt, oh nee, hiervan wordt ze gelukkig. We moeten dat aan de kinderen leren. Want op een gegeven moment toch moet je kiezen wat je wel doet en wat niet doet. Ja. Dat moeten ze sowieso al, want er is dan wel bepaald binnen het onderwijs dat een school verplicht is om aan een aantal leerdoelen te voldoen. Ik dacht leerdoel 34 en 35 even uit mijn hoofd. En dan zijn ze verplicht om een strategie te kiezen, zoals methode gelukt. Maar er zijn natuurlijk de kanjetrainingen, was bijvoorbeeld ook zo'n methodiek. En daar zijn ze vrij in om te kiezen van, joh, waar ga ik nou eigenlijk voor? Ja, toch ook aan die leerdoelen te voldoen die al gesteld zijn. En dan, ja, dan merk je dat echt heel belangrijk is, dat dat binnen het onderwijs plaatsvindt. Ja, dus de school die kan dan een beetje, die kan zelf kiezen. Zo van, oh, dit is de kant die wij inslaan. Ja. Veel of niks, dan kun je misschien een andere basisschool vinden. Ja, precies. Klopt, als het maar aan de leerdoelen voldoet die gesteld zijn dan. Ja. 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 Ja, laatst op je site ook dat je, ik moet het even erbij pakken. We waren allemaal afkortingen NEI, NLP, EFT en ga zo maar door. Ja, NLP die komt ons wel bekend voor. Neurolinguistisch programmeren, dat is natuurlijk het mooie voorbeeld van waar op iedereen vaak een allergie krijgt. Maar goed, hij heeft wel hele mooie dingen toch voor elkaar gekregen met NLP. Ja. Nee, maar je hebt heel veel geprobeerd op dit gebied. Ja. Wat zou je nou zeggen dat het meest belangrijke is voor jou geweest op het gebied van geluk? Ja, nou, er is geen one size fits all, was het maar waar. Mm. Dat ik kan zeggen van, joh, als jullie dit doen, dan ben je voor eeuwig en altijd gelukkig. Zo werkt het helaas niet. Het is echt gewoon een reis die je aangaat. Als jij geluk traint, ja, dan beklijft het geluksgevoel ook veel meer, omdat je er natuurlijk continu mee bezig bent. Hè? Er zijn zoveel interventies die mij geholpen hebben. Vergeving is een hele mooie interventie die mij echt heeft geholpen om die gelukssaboteurs los te laten. Dankbaarheid is ook iets wat mij heel erg heeft geholpen om dichter bij dat geluksgevoel te kunnen komen. Zelfreflectie, compassie,
En vooral zelfcompassie, hè, dat is heel belangrijk om in je kracht te blijven staan. Want je zit altijd in een situatie in het leven, of je moet je helemaal opsluiten in je eigen kamertje. Ja. Waarin je elke keer uitgedaagd wordt om toch te blijven geloven in jezelf en om in je kracht te blijven staan. En als je dat kunt, dan verrijkt dat natuurlijk enorm het leven. Wat bedoel je daar precies mee, in je eigen kracht te blijven staan? Ja, dat is ook zo'n mooie zinsnede. Ik hoor dat al vaak. Ja, dat begrijp ik. Ja, precies wat je bedoelt. Nou, in je kracht blijven staan is, ik noem dat altijd eigenlijk dat je bij jezelf blijft. Want er is genoeg om afgeleid te worden van jezelf. Iemand zegt iets en je stapt eigenlijk automatisch in je onbewuste mind. En Bruce Lipton, ik neem aan dat jullie daar wel eens van gehoord hebben, biologie van de open. Nou, Bruce Lipton is echt heeft een prachtig boek geschreven, de biologie van de overtuiging. En hij geeft eigenlijk aan dat we zo'n 90-95% van alles wat we doen onbewust automatisch is. Maar heel veel van dat onbewuste automatische wat we doen werkt contraproductief voor jouw geluk. En slechts 5-10% van wat we doen, dat doen we bewust. En dat snap ik ook wel, want als je alles bewust moet doen, dan ben je na een paar uur ben je gewoon doodmoe. Want jouw brein kan dat niet aan. Daarom hebben we al die onbewuste mechanismes, omdat dat energie spaart voor je brein. Maar we doen dus heel veel onbewust automatisch. En dat haalt jou uit je kracht. Dus het is in je kracht blijven staan, is dat jij gewoon elke keer weer terugkeert naar jezelf. Van wat doet dit met mij? Wat gebeurt er in mij? Als je getriggerd wordt, dan kun je in die trigger meegaan en het gaan projecteren op de omgeving, hè, je projectiemechanisme. Of je kiest ervoor om op onderzoek te gaan in jezelf. En dan blijf je gewoon veel meer in je kracht staan. En wordt het leven weer leuker. Ja, gewoon minder autopiloot, als het ware. Nou ja, die hebben we. Daar doe je niks aan. Maar dan een automatische piloot die voor jouw geluk werkt. En niet die saboteurs. En die hebben we heel veel. Ik wil hem inderdaad even omdraaien. Want je hebt bijvoorbeeld iets als een hond of zo. Ja. Die doet eigenlijk alles volledig onbewust. Ja. En die is eigenlijk doodgelukkig. Dus het lijkt bijna alsof het bewustzijn juist hetgeen is dat dan een beetje roet in het eten gooit eigenlijk. Ja. Nou ja, niet het bewustzijn, maar wel het zelfbewustzijn. Kijk, een hond die denkt inderdaad niet van, oh, mijn baasje is nu 10 minuten, uur. Ja, hij haat me. Ja, nee, die is altijd gewoon blij om jou te zien. Ja, precies. Maar het is inderdaad dat zelfbewustzijn. Jeremy Griffith, dat is een bioloog, die heeft daar ooit een heel mooi verhaal over verteld. Hè? Die zegt, het is met de mens eigenlijk verkeerd gegaan. En dan metaforisch benoemt hij dan ooievaars. Die zijn natuurlijk allemaal met elkaar, vliegen ze samen naar een andere plek toe. En op een gegeven moment denkt één ooievaar van, hey, ik zie daar een mooi eilandje. Ik ga daar naartoe. Mm. En dan roept hij die andere, maar die volgen gewoon hun instinct. Want die hebben dat zelfbewustzijn niet. Maar die ene ooievaar dan wel. En die gaat naar dat eilandje. En die is helemaal blij en gelukkig. Maar hij behoort niet meer tot die groep. En uiteindelijk keert hij terug naar de groep. Maar ze begrijpen hem helemaal niet. Mm. Waardoor hij gaat denken, ik mag er niet zijn. Ik doe er niet toe. Ik ben niet goed. Emoties krijgen. Dus hij legt dat eigenlijk heel goed uit hoe we onszelf gewoon enorm saboteren in dat onbewuste, automatische patronen. Een beetje het lelijke eendje. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. En, we vragen onze gasten op het eind dat dit naar het voorwerp, wat we hebben gevraagd dat ze meenemen. Ja. Jij hebt, daar ligt een steentje. Ik heb een steentje. Nou, die ligt nu hier. Meestal zit hij altijd in mijn broekzak of jaszak. Als ik een zak heb wel. Je hebt hem altijd bij. Dus. Ja, soms heb ik een jurk, dan zit er geen steen in. Dan zit er geen steen in. Maar eigenlijk gaat het heel erg over wat ik net zei. Zodra jij met je hand in je broekzak
zit en je voelt dat steentje, dan is dat voor mij eigenlijk een signaal van, oh, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja. Want je gaat gedurende de dag, nou ja, dat zullen jullie ook wel herkennen, sta eigenlijk helemaal niet stil bij de dingen die er gebeuren. Je staat op en eigenlijk ben je al heel snel in beta-hersengolven, zoals ze dat dan noemen. En je gaat je gang. Maar af en toe van die momenten inlassen van even stilte of even een dankbaarheid voor zegeningen tellen. Dat helpt. Niet omdat ik het zeg. Dat is echt de wetenschap van geluk die dat onderzocht heeft. En daarom zeg jij het. En daarom zeg ik het. En omdat je het anders vergeet, is dit een handig iets om te doen. Het is een van jouw geluksgewoontes. Klopt, inderdaad. Ja, het is een van mijn geluksgewoontes. Ja. Ja. Dus wanneer je gewoon in je zak zit, gewoon helemaal automatisch denk je, oh, oeps. Ja. Gelukkig zijn. Dat hoorde er ook nog bij. Ja, precies. Ja, wat doe ik nou eigenlijk? Want voordat je het weet, vliegt de tijd voorbij. En we willen het allemaal, maar we staan er dus niet bij stil. En kies daarvoor of iets anders. Soms lakken mensen één nagel rood om even te herinneren eraan. Mooi. Ja, en we vragen op het eind altijd onze gasten om een tip te geven. Of soms vergeten we het, maar dat proberen we wel altijd te doen. Voor maar de tip is nu lak je nagelrood. Eigenlijk was dat al de tip. Ja, eigenlijk is dat de tip, lak je nagelrood. En sta eens wat vaker stil, ga eens wat meer naar binnen. Dat vind ik echt, kijk, ik kan zeggen doen dankbaarheidsoefening, maar dat is zo standaard. Ik denk dat de meesten dat wel aangeven. Maar stel dat je getriggerd wordt op waar dan ook. Iemand triggert jou, dat voel je in je lichaam. Maar wat doen de meeste mensen dan? Die verdringen het of negeren het of verstoppen het en doen net of het er niet is. Maar ik wil echt mensen uitnodigen om daar eens bij stil te staan van, wat gebeurt er nou? Wat voel ik nou? En die zelfreflectie toe te passen, die bewustzijn daarop te zetten. En dat is echt de eerste stap naar meer geluk. En we hebben het ook getest, hè. Stijgt het bewustzijn, stijgt het geluksniveau? Dat hebben we laten testen door Universiteit Erasmus. En het stijgt ook echt als jij met die positieve gezondheidsinterventies, maar ook holistische interventies aan de slag gaat. Ja. Nou, mooi. Ja. Dan sluiten we hem hierbij af. Dankjewel. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de Podcast of Hope. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd bent geraakt. Om de zondag komt er om 10:00 een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhope.nl. Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.